Ja, ja, sorry. Ja, sorry man. Ja. Wij zijn... Het is gebeurd. Het is gebeurd. Wij hebben onze objectiviteit overboord moeten gooien. Wij kunnen niet anders. Nee, we hebben objectiviteit en ons hart verloren in Dalouf. De terugkeer van Erling Haaland naar Dortmund was geen groot succes. De Noor kwam niet tot scoren en hij werd ook al gewisseld bij de rust uit voorzorg. En dat het geen topavond zou worden voor Haaland, dat was eigenlijk al pijnlijk duidelijk geworden in de opwarming. Zesde goals hebben we maar liefst gezien op de vijfde speeldag van de Champions League. Maar onze commentatoren in Duitsland die zagen geen enkel doelpunt. En ook na de wedstrijd zat het hen duidelijk niet mee. Het is 11:15. We zitten al een half uur in de auto. We hebben 10 meter gereden. Ik denk 3 kwartier in de auto. En 5 meter gereden. Dat is nog slechter dan dat jij zegt, Nico. Het beste moment van de avond vond ik 1. Die gelbe wand. 25.000 mensen. Volle bak. Prachtig. En de ereronde van Haaland. Het afscheid van zijn publiek. Dat heeft hij vorig seizoen niet kunnen doen, blijkbaar. Ja. We moeten stoppen, want ik denk dat we een paar centimeter hebben gebruikt. De supporters van FC Porto, daar moeten we het ook over hebben. Die waren al anderhalf uur voor de match op post in Jan Breidel. En die steun heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Het werd een teleurstellende avond voor Club Brugge. Mechelen komt een keertje indribbelen en doet dan dit. Ja, dan maar niet indribbelen, want hier is Taremi. Nu dan toch. Ja, daar is hij. Daar is dan toch de eerste tegengoal van deze Champions League campagne. Hans van Aken nog niet gescoord in deze Champions League campagne. En daar, ja, hij mist hem. Wat nu? Opnieuw. Het moet opnieuw. Ja, het is hier een gedoe aan het worden in het stadion. De supporters van ons kunnen het ook niet geloven. Noah Lang, eerste match in deze Champions League voor de Nederlander. En hij mist hem weer. Hij gaat er weer niet in. Wat een held is Diogo Costa voor FC Porto. Boyata gaat ook aan de opbouw. Oh, en daar is hij nu toch. Evan Nilsson. En hier is de 0-3. Oh nee, Mignolet. En nu dan? Jawel. Ai, ai, ai. 0-3. Een stakje op. Maar hier gaat Galeno. En wat een goede actie van de Braziliaan Otavio. Gallery play. Gallery play van FC Porto. Club Brugge wordt helemaal gek getikt. Yannick Carrasco tegen Lucas Radetzky. Concentratie bij de man uit Vilvoorde. Hier komt hij, Carrasco. Nee, hij pakt hem. En dan een herneming tegen de lat. En dan gaat hij over de goal. En het is geen overwinning voor Atletico Madrid. De misser van Yannick Carrasco. We zijn 15 seconden na de wedstrijd tussen Atletico Madrid en Bayer Leverkusen. Uiteindelijk de wedstrijd van de speeldag dankzij alles wat er op Beiden is gebeurd, ook. Ja, ik heb gisteren de wedstrijd Benfica Juventus gedaan, ook spektakel. En nu deze wedstrijd, het zag er niet zo naar uit, hè, de eerste helft. Carrasco heeft een goal gemaakt, heeft een assist gegeven, maar heeft helemaal op het einde de penalty gemist, waardoor Atletico niet doorgaat. Is hij nog de man van de match of kan dat niet meer volgens u? Ik denk dat hij de meest dreigende man was bij Atletico, van op die linkerkant, zoals we van hem gewend zijn. Dus dat was heel positief voor het oog op het WK. Maar natuurlijk, als je zo'n penalty mist, dan baal je toch eerder dan dat je blij bent met dat doelpunt. Mooi doelpunt trouwens, en de assist. Balen? Ja. Iets meer dan balen, denk ik. Ik ben heel een beetje schuldig voor. De misser van Yannick Carrasco betekende het einde van het Champions League avontuur van Atletico dit seizoen. De spelers van Porto die volgden dat op het vliegtuig in Oostende, op de luchthaven daar. En de ontlading was natuurlijk heel groot toen de kwalificatie officieel was. Net als Atletico Madrid kon ook Tottenham de kwalificatie bijna ruiken. Een winning goal van Harry Kane leek het te gaan worden, maar de VAR stak er een stokje voor. En zo blijft het heel erg spannend in groep D. In het Parc des Princes vielen maar liefst 9 doelpunten te bewonderen tijdens Paris Saint-Germain tegen Maccabi Haifa
De gouden drietand, Messi, Neymar, Mbappé, was in topvorm. Vooral Messi was de uitblinker met 2 doelpunten en 2 assists. Vooral die met buitenkant links was prachtig binnengetrapt. Heerlijk van Leo. En opmerkelijk was in die match ook de prestatie van Abdoulaye Seck, ex-verdediger van Antwerp. Hij maakte de 2 goals voor Maccabi. Een minder moment had hij ook wel, want hij zorgde er bijna eigenhandig voor dat Kylian Mbappé het WK mocht vergeten. Toch wel een drieste tackle van Abdoulaye Seck. De misser van de avond, misschien wel van de speeldag en de hele campagne, komt op naam van Shakhtar-speler Sikan. Mykhailo Mudryk steekt het hele veld over, het grote talent legt de bal af voor Sikan, maar die kan voor open doel niet scoren, onbegrijpelijk. En zo blijft Shakhtar steken op een gelijkspel op het veld van Celtic. Bij Inter Milaan vierde Romelu Lukaku zijn rentrée na maanden blessureleed. Hij kreeg 10 minuten van zijn manager en dat was voor Big Rom meer dan genoeg tijd om meteen een doelpuntje mee te pikken. Inter gekwalificeerd voor de 8e finales. Door de kwalificatie van Inter wisten de spelers van Barça al voor de wedstrijd dat zij naar de Europa League zouden moeten. En in Camp Nou gingen de Catalanen ook nog eens kansloos onderuit tegen de recordmeister uit Duitsland. De gevoelens bij de supporters van Barça die liepen nogal fel uiteen. Sommigen verlieten het stadion al tijdens de rust. Anderen bekeken het vooral positief. Deze fan die hoefde zijn bordje van een paar jaar geleden bijvoorbeeld maar lichtjes aan te passen. Ja, sorry maar. Wij zijn... Het is gebeurd. We hebben onze objectiviteit overboord moeten gooien. Wij hebben objectiviteit en ons hart verloren in Dalouf. We proberen er nog tegen te vechten. We hebben dat kunnen doen, maar na wat we vanavond hebben meegemaakt, gaat dat niet meer. We hebben een paar attributen gekocht, we hebben niet overdreven. Het waren normaal 5 euro, we hebben er 50 euro voor gegeven. Nee Gert, wat we vandaag hebben gezien, niet normaal. Fenomenaal. João Mario aan de buitenkant, Silva zegt, speel hem daar, daar ben ik. En daar scoor ik! Geweldige goal! Oh la la! Geweldige goal! 3-1 van Fica! Uitgetekend op het bord van de architect! Hoe lang is Rafa Silva al mijn favoriet? Dat is waar. Rafa! Van het eerste moment toen nog niemand hem kende. Ik heb hem ontdekt. Misschien niet helemaal, maar toch. Ja, maar toch. Kan Benfica eigenlijk ver geraken? Begin ik met achteraf. Kan Benfica het Ajax worden van dit seizoen? Denk ik wel. Het is hen gegund in ieder geval al. Omdat je nu de naam noemt van Ajax, het lijkt er zelfs een beetje. Een goede combinatie, voetbal, de snelheid. En ook Peter Gleyber zeggen, de agressiviteit als ze een bal niet hebben. Als het nodig is, een lelijke fout ook. Die zien wij door de vingers. Als ze een bal hebben, hebben ze een dansjurk aan. En als ze een bal niet hebben, dan trekken ze hem overal aan. In werkmansplunje trekken ze hem ook. Dat is scherp. En dat is eigenlijk ook gewoon voetbal. We waren toch weer... op de juiste plaats, op het juiste moment. En dat is toch ook wel, dat moeten we ook wel doen. En ik begrijp dat onze bazen ons niet naar Maccabi Haifa, Benfica zullen sturen. We hebben daar begrip voor. Ja. Alleen we vragen het wel. En als het moet. Maar toch, wij komen terug na de winterstop. Obrigado, Benfica. Obrigado, muito obrigado.